Welkom bij NV Nederland, het programma waarin we u kennis laten maken met de economische potentie van grensoverschrijdende samenwerking. In deze aflevering aandacht voor de voedingsmiddelenindustrie in Noord-Brabant. De consument heeft meer waardering voor duurzame lokale producten van bekende leveranciers. Fabrikanten kunnen het verschil maken door het bieden van transparantie en het garanderen van kwaliteit. Onze lijnen zijn ook dusdanig opgebouwd dat het product lang onderweg is, dat er aroma wordt gevormd en dat er dus een ambachtelijk product uitkomt. Daarnaast bezoeken we logistieke bedrijven die hun dienstverlening hebben geoptimaliseerd voor de voedingsmiddelenindustrie. Dit zien we later in de uitzending. Nu eerst aandacht voor economisch nieuws. Philips gaat zich opsplitsen in twee aparte bedrijfsonderdelen. De divisie Lighting wordt ondergebracht in een aparte, zelfstandige divisie. Consumer Lifestyle en Healthcare worden gebundeld in Healthtech. De herstructurering is een van de uitkomsten van de strategische oriëntatie van het elektronica-concern. Nederlanders hebben in de eerste helft van dit jaar ruim 6,5 miljard euro besteed aan aankopen via internet. Een stijging van bijna 6% vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar. De online-markt is hiermee goed voor 18% van alle bestedingen in Nederland. De brancheorganisatie voorziet dat de aankopen via internet in heel 2014 uitkomt op 13,5 miljard euro. Een groei van 6% vergeleken met vorig jaar. Voedsel speelt een essentiële rol in ons dagelijks leven. Toch staan we er zelden bij stil hoe dit voedsel op ons bord terechtkomt. Blindelings vertrouwen we op de sector die hierachter schuilgaat. De voedingsmiddelenindustrie heeft dan ook een belangrijke maatschappelijke taak te vervullen. En niet alleen maatschappelijk is de relevantie groot. De voedingsmiddelenindustrie is namelijk ook nog een van de drijvende krachten achter de Nederlandse economie. Een nieuwe uitdaging voor deze sector is de veranderende vraag van de consument. De vraag naar duurzaam en eerlijk geproduceerde producten wordt steeds groter. Deze wijze van produceren staat ook centraal bij banketfabriek Gebroeders van Rooi. Het familiebedrijf is specialist in het produceren van bladerdeegproducten, zogenaamde smaakdragers. Wij maken smaakdragers, bladerdeeg smaakdragers, hartige en zoete producten die kunnen worden gevuld om een lekkernij te maken. Daar zijn we ook hartstikke trots op. Wij maken dus bladerdeeg in allerlei vormen en maten. De naam van Rooi is bij de consumenten minder bekend. Omdat het slechts 10% van wat wij produceren onder de naam van Rooi wordt vermarkt. Dat gebeurt in Rusland en dat gebeurt in Spanje. Het gros, dus 90% van wat wij produceren, gaat allemaal weg onder private label. De private label van onze directe retailklanten of foodserviceklanten of de naam van onze distributeur in het desbetreffende land. Onderscheidend in een productie is de tijd die het product krijgt om het aroma te vormen. Dit voor de perfecte smaak. Ons product wordt op een gegeven moment gemaakt industrieel, daar zijn we ons wel degelijk van bewust. Maar we proberen er altijd een ambachtelijke draai aan te geven. Voor de retail is het een vereiste dat het product een ambachtelijke uitstraling heeft. Onze lijnen zijn ook dusdanig opgebouwd dat het product lang onderweg is, dat er aroma wordt gevormd en dat er dus een ambachtelijk product uitkomt. Voor de industrie kunnen wij ook producten maken met hele kleine toleranties die geschikt zijn voor het vervolg in de distributieketen. Wij zijn niet geheel onbekend in België. Wij werken al meerdere jaren in België en de laatste 18 jaar al samen met het bedrijf DV Foods, onze partner in België. Hij kent de gewoonte van het land, de gebruiken en kan er ook specifiek op antwoorden uit naam van ons bedrijf. Dus als mensen op een gegeven moment contact opnemen met ons, dan worden ze altijd doorverwezen naar onze partner in België. Wij zien het zaakje doen als een stukje buikgevoel. Als het buikgevoel niet goed is, dan zeggen wij ook over het algemeen nee. Het is belangrijk om het buikgevoel door het hoofd te laten gaan. Als het van begin af aan al niet goed voelt, dan kan de Excel sheet ons overtuigen om toch de relatie voor te zetten of op te starten. Bij Verrooi gaat het om waarden en waarden. Wij streven naar hoge waarden uit omzet en uit rendement. Maar wij streven ook naar de kernwaarden van integriteit en standvastigheid. En dat vinden we ook terug in heel ons handelen. Zodra wij op een gegeven moment contact krijgen met klanten in wording, dan kijken we eerst naar de exacte behoeften. Waar gaat het naartoe? Wat is uiteindelijk het doel van het product? We kijken dan ook naar de ideale verpakking voor die bewuste doelgroep. En kijken dan ook naar onze mogelijkheden. Hoe krijgen wij het ingepast in onze productie om ook zo efficiënt mogelijk te blijven produceren? Met name ook op exportgebied extra kosten aan de orde komen die het product ook nodig duur zouden maken. Dat is ook wat wij nastreven, een win-win situatie in de hele keten. Duurzaam en eerlijk produceren is de basis van Kemperkip.
Het bedrijf werkt hiervoor samen met kleinschalige biologische boeren. Kimperkip is verder nauw betrokken bij alle schakels in de keten en kan hierdoor maximale transparantie en kwaliteit garanderen. Kimperkip is producent van kipconcepten met een diervriendelijk karakter. We produceren twee lijnen, de Kemper Mais Scharrelkip en onze biologische Kemper Landhoen. We hebben daarin de complete keten in handen, van eendags kuiken tot aan eindproduct. De kracht van Kemperkip zit vooral in de transparantie van de productieketen. Dat wij exact weten van begin tot eind van de keten welk product komt er uiteindelijk in die eindverpakking die de consument thuis krijgt. Een aantal producten van Kemperkip zijn door de dierenbescherming onderscheiden met de maximale score van 3 beter levensterren. Kemperkip was als eerste bedrijf in Nederland de producent van zowel een 2- als een 3-sterren kip. Het sterrensysteem van de dierenbescherming heet Beter Leven en staat voor diervriendelijke productie van, in dit geval bij ons is dat dan van kipproducten. Onze Kemper Landhoen heeft het maximale aantal van 3 Beter Levensterren en onze Kemper Mais Scharrelkip heeft 2 Beter Levensterren gekregen. We zitten hier in Brabant. Brabant is Bourgondisch ingesteld. Ook onze Belgische zuiderburen weten wat lekker eten is en wat een kwalitatief hoogwaardig product is. Dus ik denk wat dat betreft dat onze concepten perfect aansluiten bij wat een Belgische consument graag wil hebben. In België zou ik graag in contact willen komen met gewoon de verdelers van verse kipproducten die aandacht willen schenken aan de meerwaardeconcepten zoals wij die produceren. Kwaliteit staat boven kwantiteit bij Kanters paddenstoelen. Het bedrijf produceert op duurzame wijze dagverse champignons en andere paddenstoelen. Hierbij wordt veel zorg besteed aan de samenstelling van de compost en het klimaat binnen de kwekerij, om zo te komen tot het beste product. Kanters paddenstoelen bestaat uit het telen van witte champignons op 2 locaties. Daarnaast werk ik samen met 5 collega's. Daarom kunnen we een compleet assortiment paddenstoelen aan de man brengen. Het kunnen oesterzwammen zijn, kastanjes, portabella's, nameko, shiitake, noem maar op. De samenwerking met de andere telers, die met dezelfde passie werken als ikzelf, is heel belangrijk. Want die mensen die hebben dezelfde boodschap als ikzelf. Kwaliteit maken, een goed product, een mooi product, die gaan er helemaal in op. Als de kwaliteit niet goed is, dan doen die jongens het zeer. De klant kan in overleg met ons bepalen welke verpakkingen ze willen, welk bakje dat ze willen, welke sticker. Dus eigenlijk de klant, wat die in de winkel wil hebben, kunnen wij maken. België staat bekend voor kwaliteitsproducten. Die willen lekker eten, goed eten. We hebben denk ik wel 20 verschillende soorten paddenstoelen. En dat kunnen wij bieden. We kunnen een betrouwbaar product aanbieden. Behalve een grote culinaire waarde, hebben paddenstoelen ook een hoge voedingswaarde. Benieuwd hiernaar? Ga naar onze website en bekijk het uitgebreide item van Kanters paddenstoelen. Verder kunt u op onze site ook terecht voor verschillende interviews en reportages die eerder gemaakt zijn over de voedingsmiddelenindustrie. Zo vindt u hier onder andere het item van Sanders Vleeswaren, waarin directeur Katja van den Hoof vertelt over het traditioneel produceren van runderrookvlees en rundercarpaccio. Het transporteren en opslaan van etenswaren is een essentiële schakel in de bedrijfsketen. Om de voedselveiligheid te garanderen, is deze aan strikte regelgeving gebonden. Daarnaast is het zorgvuldig transporteren en opslaan belangrijk om de kwaliteit te waarborgen. Het invriezen en ontdooien is hierbij van groot belang. Ik zou ons bedrijf graag voor willen stellen als een logistieke onderneming op het gebied van koel- en vrieshuizen. Blokland Cold Stores biedt een breed scala aan dienstverlening. Het eigenlijk geënt is op een aantal producten. Enerzijds vlees, wat we dus kunnen verpakken, invriezen en ontdooien. Vruchtensappen die we in feite ook kunnen ontdooien. Het product uit de vaten halen als het nodig is. We kunnen het blenden. En voor consumentenproduct bieden wij opslag, distributie en orderpikken. Betrouwbaarheid is in onze sector natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Producten die worden door klanten aan ons toevertrouwd. En wij zijn vaak nauwelijks op de hoogte van de waarde van een product. Daar moet ook niet aan gedacht worden. Het gaat er gewoon om dat er in het bedrijf een sfeer is dat we dat product goed moeten verzorgen. Ik vind het heel erg belangrijk dat onze klant zeg maar, toch op een voetstuk wordt geplaatst. Want tenslotte moeten we het daarvan hebben. En ik houd onze mensen dan altijd voor. Een klant wil geen nee horen. Kwaliteit is dus een item waar we eigenlijk constant mee bezig zijn. We zijn tenslotte een onderdeel van de logistieke voedselketen waar kwaliteit hoog in het vaandel moet staan. Het laden en lossen van levensmiddelen en het bovendien snel stockeren is cruciaal voor de kwaliteit en voedselveiligheid.
Het is bovendien een handeling die relatief veel tijd in beslag neemt. De automatische vrachtauto, laad- en lossystemen van Ankra Systems zijn erop gericht de laad- en lostijd in te korten, van een half uur tot enkele minuten. Ankra Systems is een specialist in het automatisch laden en lossen van trailers. Onze klanten die hebben te maken met een hoog volume aan pallets of andere goederen die we door automatisch en laden lossen binnen 2 à 3 minuten in een trailer kunnen krijgen. De Ankra Systems heeft innovatie hoog in het vaandel staan. We proberen ons daardoor te onderscheiden van onze concurrenten en in de markt voor de klant een unieke positie te verwerven. Nou, onze klanten hebben vaak te maken met een shuttle van veel goederen over een korte afstand, waarbij de rijtijd dus kort is. En door je oplegger automatisch te laden of te lossen, wordt die rijtijd niet korter, maar de totale tijd wordt korter. En daarmee is het veel interessanter voor de klant. Het aantal trailers neemt af, je hebt minder dokdeuren nodig, minder ruimte in je pand en een vlakkere planning. De Belgische klanten vormen een belangrijk onderdeel van onze markt in Europa. 10% tot 15% van onze producten gaat naar België toe. Juist in België zie je dat de food-industrie sterk vertegenwoordigd is, zoals ook de automotive. En dat zijn producten die erg goed passen bij onze installaties. Logistiek dienstverlener Maurang Transporten heeft vestigingen in Nederland en België. Het transportbedrijf is van oorsprong sterk georiënteerd op de bouwbranche, maar heeft ook materieel en kennis beschikbaar voor de food- en dierenvoederindustrie. Een grote mate van onafhankelijkheid maakt hen uitermate geschikt om bedrijven uit deze sector te bedienen. Maurang Transporten is een familiebedrijf wat eigenlijk al 50 jaar actief is in het vervoer van hoofdzakelijk bouwmaterialen. De kracht van het bedrijf is het feit dat het een familiebedrijf is. We hebben service en kwaliteit hebben we hoog in het vaandel staan. Onafhankelijkheid is voor ons een zeer groot goed. We beschikken over een eigen werkplaats. Daarnaast hebben we een APK-keurstation, een eigen wasstraat aan huis, een eigen dieselpomp aan huis. Ja, daarin kunnen we een goede flexibiliteit bieden, ook een goede snelheid bieden richting onze klanten. En beperken we eventuele stilstand tot een minimum. Het is uiteindelijk de bedoeling om het bedrijf een wat breder pakket te geven, waarin dat we meerdere producten gaan vervoeren. Ook producten die niet gerelateerd zijn aan de bouwsector. Bedrijven uit de veevoederindustrie, afvalindustrie, maar uiteraard ook natuurlijk productiebedrijven voor de bouwsector, toeleveranciers voor de bouwsector. We doen al meerdere jaren zaken met verschillende Belgische partners. Onze ligging in het Noord-Brabantse Helvoort is ideaal voor de lijn richting Nederland en Duitsland. Daardoor zien we eigenlijk volop kansen om met Belgische ondernemers aan tafel te Tot zover deze aflevering van NV Nederland. Bedankt voor het kijken. Op onze website kunt u de uitgebreide versies van de interviews bekijken. U vindt hier ook informatie over grensoverschrijdend zaken doen en u kunt in contact komen met alle ondernemers uit deze uitzending. In de komende uitzending aandacht voor Limburgse bedrijven die betrokken zijn bij het realiseren van binnen- en buitenruimten. We zien u graag volgende week terug bij een nieuwe aflevering van NV Nederland.